And finally, Hungary. Hungary, 12 points. La Hungrie, 12 points. And we too give our final points. Hungary, 12 points. And the 12 points go to Hungary. Hungary, 12 points. And finally, Hungary, 12 points. Hungary, 12 points. La Hungrie, 12 points. Deep one. And Greece, 12 points. Greece, 12 points. Grèce, 12 points. And you say, and finally, Ireland. Ireland, 12 points. Ireland, 12 points. Deep one. Thank you very much. Ze juichen wel. Polen 12. Finally, Poland get the 12. Poland 12 points. Poland 12 points. And last not least, Ireland. Yeah. 59 voor Ierland, 53 voor Hongarije. Is deep one. Allemaal niet meer. And finally, Ireland. Thank you. Ireland, 12 points. Ireland, 12 points. No, you heard it. Well, I can barely hear you from the expression. And finally, Ireland. Ireland. Poland, 12 points. Poland, 12 points. Poland, 12 points. And then complete. And Germany, 12 points. Germany, 12 points. L'Allemagne, 12 points. Een bijzondere stemming. And finally, Slovakia, 12 points. Slovakia, 12 points. Slovakia, 12 points. No. 12 points. And last but not least, Ireland. En wij blijven niet achter in Nederland. Want wij kozen voor de. And finally, Ireland. 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 Good night, 32 punten voorsprong. 130 tegen 98 voor Polen. En Kroatië, 12 points. Kroatië, 12 points. La Croatie, 12 points. Een heel vreemde keuze. Poland, 12 points. En finally Poland, 12 points. Poland, 12 points. Thank you very much. And finally, Ireland. Enfin, Malte, 12 points. Malte, 12 points. Malta, 12 points. And Cyprus, 12 points. Cyprus with 12 points. We zouden het niet gedacht hebben. Athens for TV, good evening. And Poland, 12 points. And that completes the points of Vienna, Vienna, may I just hold you for one moment? Could you please repeat your final vote for me? Sorry, Poland, 12 points. Thank you very much. Poland. 12 points, Poland, 12 points. Voor het beeld van Spanje. Portugal, 12 points. Portugal, 12 points. Portugal, 12 points. In te halen, Ierland behaalt zijn hat-trick. Germany, 12 points. 12 punten voor Duitsland. Can I confirm that your final vote goes to Germany, 12 points? Is Germany, 12 points. Thank you. Thank you, Ivan. Germany, 12 points. Allemagne, 12 points. Charlie McGinn can... Ireland.
210. Dat is een ongeëvenaard getal in het Songfestival van de laatste jaren. Zo niet helemaal. Deep one. And finally, Hungary. 12 points. Hungary gets the 12 points. Hungary, 12 points. Henri Duzpoint. Good night, Walter. Et enfin, Pologne, 12 points. Pologne, 12 points. Poland, 12 points. Merci beaucoup, Laurent, et bonne soirée. Bonsoir. Nu, u hoort het in de zaal. Het is helemaal helder, het is helemaal duidelijk. Ierland voor de derde keer winnaar van het Eurovisie Songfestival. Na Linda Martin, na Niamh Kavanagh. Nu Paul Harrington en Charlie McGettigan. Met een liedje van Brendan Graham, de Rock and Roll Kids. En laten we eerlijk zijn, ze verdienen het. Een prachtig nummer. Een fantastische compositie. Mooi uitgevoerd. Een moment van rust in een avond waarin ook veel minder mooie nummers waren te horen. Polen, met een goed zingende zangeres Edita Korniak, met Tony Ja op de tweede plaats gekomen. Ladies and gentlemen, as you have seen and heard, we have a result. Ireland are the winners of this year's Eurovision. En wat moet daar nog aan toe te voegen zijn? Oh, toch even hulde voor Brendan Graham. In 1976 deed hij mee als componist met het lied When for Ed Hurley. In 1985 met een lied voor Maria Christian, Wait Until the Weekend Comes. En nu is hij er eindelijk ook in geslaagd het nummer te schrijven wat nummer 1 is op een Eurovisie Songfestival. Daar staat Niamh Kavanagh met de prijs in haar handen naast de presentatoren om die zo weer te gaan doorgeven. De prijs die zij vorig jaar ontving uit de handen van Linda Martin kan zij nu doorgeven aan Paul Harrington en Charlie McGettigan. Ja, en naast deze vreugde hoort ons verdriet. Het is heel erg droef afgelopen met Willeke. Ze is echt helemaal in de onderste regionen terechtgekomen. Als ik goed heb verteld, is het de 23ste plaats geworden. Maar zie hier de feestvreugde, want dat is ook onderdeel van het spel wat hoort bij een Eurovisie Songfestival. Er zijn winnaars en verliezers en hier staan de echte winnaars van 1994. Maintenant,